ik kom u dit geven. Het is een brief van de onderzoeksrechter. U moet zich bij hem melden voor verhoor. Luc? Dag, moeder. Wat kom jij hier doen? Ik kom even klappen. Een eerlijk gesprek van zoon tot moeder. Want dat heb ik gemist al die een tijd. En je kunt niet geloven hoe erg dat ik dat gemist heb, moeder. Nee, ik wil niet met u praten. Ga maar weg. Jij hebt hier niks meer te zoeken. Moeder, alstublieft. Nee, en noem me geen moeder meer. Je hebt u alles behalve als een zoon van mij gedragen. Hè. Ik wil hem niet meer zien. Ik weet het, moeder. Ik heb u teleurgesteld. Oh god, dat weet je dan toch. Je hebt nooit enig respect getoond voor het huwelijk van uw broer. Je hebt zelfs willen kapotmaken omdat je passie voor Simone niet hebt kunnen intomen. Ik heb gelijk. Groot gelijk. Ja, je bent zelfs zo ver gegaan hè, dat je Simone... Ik krijg het zelfs niet over mijn lippen. Hoe heb je het toch zoiets kunnen doen? Moeder, ik heb er spijt van. Enorm veel spijt. En gans die historie met Simone, ik ben daar fout in geweest. Volledig. En moeder, als ik de klok kon terugdraaien, dan deed ik het. Ik geloof u niet. Volgens mij heb jij er geen spijt van. Ik zweer het u. Ja, dan zijn er heel laat mee afgekomen, hè. Moeder, denkt gij nu dat het voor mij zo gemakkelijk was om naar hier te komen en toe te geven dat ik fout geweest ben? Je was beter niet naar hier gekomen. En dan is de miserie met dat proces nog en alles. En stel je voor dat ze u hier vinden, dan wordt het toch veel erger. Daarom ben ik op deze moment gekomen, nu iedereen weg is van huis. En dat wij op ons gemak onder ons tweetjes kunnen klappen. Wat gaat er dan gebeuren bij die onderzoeksrechter? Wel, onze collega's in St. Vith, die hebben het onderzoek daar afgesloten en het dossier overgemaakt aan de onderzoeksrechter die hier met de zaak gelast is. En de volgende stap is dat jullie allebei zullen verhoord worden. Ja, en hoe zit het dan met Veronique? Ja, die is nog niet gearresteerd omdat ze zich zo snel en vrijwillig heeft laten opnemen. Maar ja, eens ze daar genezen verklaard wordt, zal ze natuurlijk ook ondervraagd worden. En dan zal het van de raadkamer afhangen of zij vervolgd wordt of niet. Ik moet toegeven dat je al een beetje voorzichtiger geworden bent. Vroeger dan liep je op de meest ongelegen momenten zomaar binnen en buiten. En... Dat zal niet meer gebeuren. Maar je moet ook beseffen, moeder, dat het in uw handen ligt. Of ik u ooit nog zal komen opzoeken. Maar ik wil het eerst nog even over de processen. God, dat proces. Hoe is dat toch zo ver kunnen komen? Alleen mijn twee kinderen tegenover elkaar in de rechtbank. Moeder, denk aan uw intikker. Wil u niet opwinden? Alsjeblieft. Ja. Ik ben gekomen om u te vertellen dat ik veranderd ben voor het te laat is. Hoe bedoelde het te laat? Voor dat proces begint, want wie weet wat er dan gebeurt. Ik heb u in de tijd slecht behandeld. Ik heb Simone, Frankie slecht behandeld. Zelfs Frank. Ik kan me nu niet zeggen dat Frank u iets kan schelen. Hè? Daarvoor ken ik u te goed. Ik heb me vreselijk kwaad gemaakt. Maar op Frank, moeder, dat... Toen jij ze terug samen had gebracht, hè, toen was ik ontiegelijk kwaad op Frank. En daardoor is ons familie uit elkaar getrokken. Ik dacht dat u dat niet kon schelen. Dan dacht jij verkeerd. Hé, kijk eens in mijn ogen. Ik heb maar één moeder. En maar één broer. Je hebt gelijk, maar één broer ook. Maar ik vrees dat als dat proces... Daarna dat proces... Ik vrees dat de breuk onherstelbaar gaat zijn, moeder. Dat wil ik niet. Ik wil dat niet. We hebben allemaal samen al veel te veel afgezien. We moeten aan hetzelfde zeel trekken, moeder. We moeten de familiebanden herstellen. Nee? Ja, en dat verhoor moet dan nu al?
hebt toch gezegd dat we wat tijd krijgen? Wat te bekomen en wat te overleggen? Dat spijt me, maar daar zit ik voor niks tussen. Maar het verhoor is toch pas binnen een paar dagen. Je hebt nog tijd genoeg om te overleggen. Een paar dagen, zoveel is dat niet, hè? Ja, dat is tijd genoeg, zeg. Wat mij betreft, ik kan vandaag al verhoord worden, hoor. Ja, waarom? Dat ik geen uitstel wil. Ik wil die zaak zo snel mogelijk opgelost, Sintje. Oh, terug een gezin vormen met u en met Frank, dat is niet meer mogelijk. Er is te veel gebeurd. Veel te veel. Moeder, dat dacht ik ook. Eerst. Maar daarna dacht ik, verdomme, het moet lukken. En als het toch niet goed komt, dan zal ik tenminste geen spijt moeten hebben dat ik het niet geprobeerd heb. Om dat terug goed te maken, daar moet je de klok voor terugdraaien en dat kan niet. Er zijn misschien ook andere manieren om het goed te maken, moeder. Oh ja? Kun jij dat ineens toveren, hè? Nee. Maar we kunnen wel eens terugdenken aan die schadevergoeding. Maar dan het dubbele van het bedrag waar we het vorige keer over gehad hebben, hè, moeder. Wilde jij dat plannetje van Yvette terug bovenhalen, ja? Je weet, Frank en Simon die hebben dat al geweigerd. Je loopt ook niet hoog op, hè, met Yvette. Ik kan dat heel goed verstaan. Dat drinkt hier zomaar je huis binnen, probeert hier van alles te regelen. Veel goeds heeft ze hier niet gedaan, hè? Nee, misschien niet. Maar haar initiatief spruit toch voort uit een oprechte bezorgdheid. Voor Frankietje en Simon. Zij dacht dat met geld alles goed te maken is. En dat is niet waar. Ja, natuurlijk niet, moeder. Dat weet toch iedereen. Met geld valt niet alles goed te maken. Kijk, moeder, Ik wil mij 10.000 keer excuseren. Bij Frank en Simon. En voor de toekomst wil ik zelfs afspraken maken dat ik met Verkammen Sanitechniek niet zal beconcurreren. Je bent precies ineens Sinterklaas geworden. Nee. Weet je waar dat uit voortkomt? Uit pure bezorgdheid voor Frankietje, Simon en voor u. Beseft je wel wat dat is, moeder? Zo'n proces. Al dat volk uitgesmeerd in de pers. De beerput van de familie die wordt opengesmeten. En moeder, ik wil dat ook niet. Daar mag de familie niet kapot aan gaan, moeder. Ik wil dat niet. En als er iemand dat begrijpt, dan zeg jij dat. Ik denk dat je nu maar beter weggaat. Stel je voor dat Frank en Simon wat vroeger thuiskomen. En Roger, moet u hier ook niet zien. Hè. Je hebt gelijk. Ik wil het u zeker niet moeilijk maken. Bedankt voor de babbel. Zo chic. Iets te vieren? Nee, we krijgen straks een heel speciale klant. Over de vloer een belangrijke, maar ook een moeilijke. Maar ja, ik kan dat wel aan, hoor. Samen met Luc. Ik heb dat net Dree gezien. Ja. Julie is Gerrit. Ze is terug veilig bij Valérie en Werder. En komt Valérie terug vandaag? Ik bedoel of ze komt werken. Ja, natuurlijk. Oh, ik denk het niet. Ze heeft daar in ieder geval niks van gezegd. Ja. Ze zal wel andere dingen aan haar hoofd hebben nu met heel die toestand met Veronique. Wat met Veronique? Oh, ja, wat is ze nu met haar gaan doen, nu ze Julie hebben teruggevonden? Och, ja, dat. Goh, dat moet ook niet gemakkelijk zijn. Hm? Langs de ene kant wil ze haar in de gevangenis. Maar ja, dat blijft wel de zus van Werner. En het schijnt dat Veronique een cursus bloemschikken gaat volgen. Ja, natuurlijk, ja. Mama! Zeg, wat scheelt er? Je luistert gewoon naar wat ik zeg. Ik moet constant naar uw zever luisteren. Maar jij bent alleen maar bezig met uw eigen. Ja, ik heb het niet gewild, maar Frank houdt zijn been stijf en dus werkt Waldeck terug voor ons. Ik moest wel toegeven, want anders wordt Frank veel te achterdochtig. Het is nu al zo erg. Frank.
Ik was nu zo blij van u te zien. En toch kunt gij het alleen maar over Frank hebben. Dat is ook niet het aangenaamste onderwerp. Hè? Liever iets anders. Ja, maar eerst moet jij mij beloven dat je Waldeck niet gaat aangeven. Mm. Want die problemen kan ik missen. Leontien, wat kan mij nu dat onbenul van een Waldeck scheuren? Hij werkt voor uw broer en Frank kan u wel iets schelen. Hij werkt toch ook voor u? Dus zal ik niks doen. Dank u. Waar wil jij het over hebben? Over u. Ik zit al heel de tijd met u in mijn kop. Allee. Als ik niet beter wist, dan zou ik nog gaan denken dat dat een compliment is. Hoe sta je tegenover mij, Leontien? Op mijn twee benen, zeker? Nee. Ik heb niet de indruk dat je blij waart van mij te zien bij Marianne. Ah, ja, zeg. Ik ben uw baas niet, hè. Jij gaat en staat waar je wilt. Ja, maar stel dat je dat wel waart. Wat zou jij dan het liefst hebben? Ja, zeg, sorry dat ik met mijn eigen problemen bezig was, hè. Ik wist niet dat dat verboden was. Het is gewoon... Je sluit je helemaal af van de rest. En wat moet ik dan doen? Medeproblemen oplossen van Valérie en Veronique? Nou, nee. Want dat is niet moeilijk, hè. Zet Veronique achter slot en grendel en gooi de sleutel weg. Wat zeg jij nu? Is toch waar, is toch een zotteen altijd geweest? Komt nooit meer goed. Want is het niet waar, ze heeft medicatie nodig en begeleiding? Tot ze de volgende keer doorslaat. Maar van Valérie had beter moeten weten. Ze had uit de buurt van die familie moeten blijven. Ah. En dat is dan dokter. Mama. Maar enfin, als je met een kok trouwt, die uit de familie van psychoten komt. Want die moeder die was ook gek, hè? Ik geloof niet dat het allemaal uit uw mond komt. Van Luc kunt je zoiets verwachten, maar jij? Ah, wel. Nu ziet je waarom je zo bevriend bent. Je verdient elkaar. Zonder u stond Marianne nergens. Dan had ik niet buiten gelegen, oké? Sorry. Sorry, het spijt me. Maar ja, spijt komt altijd te laat. Ik wil alleen dat jij weet hoe dat ik over u denk. Om te zien of er nog iets goed te maken valt. Wat krijgen we nu? Jij bent precies zo'n nieuwe man. Zo eentje die zijn gevoelens kan uiten. Nee. Ik wil gewoon dat jij weet dat ik nog altijd iets voor u voel. Nee. Wij maakten het toch waar samen? Als we wilden. Leontien. Allee, herinner je nog die opdracht die we in de tijd binnenhaalden voor dat super chic hotel? Wat was dat ook weer? Luxury of ja, zoiets. Ja. Ja, luxury. 15 super deluxe badkamers. Op tijd geleverd en geplaatst. Met complimenten van de baas. Maar het was niet altijd roze geur en maneschijn, hè? Nee, is waar. Waren ook slechte dagen. Goeie en slechte dagen. Maar dat komt bij de beste voor, hè? Hey, en wij waren de besten. Een perfect team. Een perfect team, Luxke. Dat jij hebt opgegeven voor Marianne. Maar dat zich nu zou kunnen herenigen om Marianne af te schieten. Ik wil dit echt niet meer horen. Echt. Sorry, zo. Veel plezier met uw Luc. Zeg, denk maar niet dat ik het vergeten ben, hè, dat je nog moet excuseren bij hem. Ik excuseer mij alleen maar als ik iets verkeerds gedaan heb. En dat is nu niet het geval. Je hebt je onbeleefd gedragen. En een harde zakenman als Luc kan daar niet tegen. Al is het dan zo belangrijk wat je Luc over mij denkt? Ik werk samen met hem. Dus is het toch maar normaal dat jij als mijn familie ook met hem overeenkomt? Ja, de familie moet goed met hem staan. En waarom? Ja, het lijkt alsof je afhankelijk bent van hem. Weet je wat ik denk? Ik denk dat je bang bent om de steun van Luc te verliezen. Anders zou je hem niet zo verdedigen. Dat is uw stijl niet. Anneke, jij moet nog veel leren, jij. Hè? Maar ja, je bent nooit erg volwassen geweest, hè. Mevrouw Van Zever, ik zou liever even terugbellen straks. Ja, het is beloofd. Binnen een kwartiertje. Ja, dag. Wat ben jij eigenlijk mee bezig, Luc? Mijn gevoelens bloot te leggen. Merkt je dat dan niet? Ik dacht dat vrouwen daarvoor zoveel intuïtie hadden. Ah, dat hebben we ook. Daarom dat ik u niet vertrouw. Leontien, daar doet je me pijn mee, weet je dat? Ja, daar doet je me echt pijn mee. Kijk, Leontien, ik ga eerlijk zijn.
Als jij echt niks meer voor mij voelt, dan moet je het zeggen. Dan zal ik niet meer lastigvallen, dat is beloofd. Maar als het wel zo zou zijn... Ik heb nog niet veel anders dan miserie gehad met mijn gevoelens voor u, Luc. Maar dat hoeft toch niet zo te zijn? We kunnen toch terug naar de goede oude tijd? Zoals die keer op uw verjaardag. Weet je nog? Ik heb vanmorgens vroeg in de keuken gestaan, maar... Hé, hey, het loonde de moeite, hè? Ja, ik was wel verbaasd over uw kookkunsten. Hm? En over mijn cadeautje? Niet echt. Zo'n lingerie-dingetje wordt nogal eens gegeven. Ja. Hm. Je stond er nogthans prachtig mee. Heel sexy. We hebben die nacht echt niet veel geslapen. Zeg, heb je dat spulletje nog aangehad sinds dat wij... Enfin, Luc, wat vraagde jij nu? Oh, sorry, het was eruit voordat ik het wist. Ik had dat niet mogen vragen, sorry. Maar eerlijk gezegd, het zou zonde zijn moest je het niet meer gedragen hebben, want... Ik heb je nooit verleidelijker geweten. Ik zal maar eens opstappen. Ik heb eigenlijk gezegd wat ik wou zeggen. En straks stormt Marianne hier binnen. En dan kunnen we onze zakelijke overeenkomst wel vergeten. Zeg, je komt toch nog terug? Of liever op mijn appartement. Dan riskeert je niet van Marianne tegen te komen. Ik zie nog wel, oké? Ciao. Ciao. En dus heeft Leontine uiteindelijk maar toegegeven. En de Waldeck, die mag terug voor ons werken. Natuurlijk. Frank Bomas weet wel dat hij de vrouwen moet aanpakken. Dat is toch geen manier van doen, hè? De, iemand zo onder druk zetten. Moe, nu weet ik tenminste terug dat ze aan mijn kant staan. Maar, jij wel, hè? Ja. De enige reden waarom dat Leontien heeft toegegeven, dat is om van uw gezag af te zijn. Oh, zo. En wat zal er gebeuren als erop uitkomen dat hij bij u in het zwart werkt? Ah, dan, hè, Rogéke. Dan mag meneer de vrouwenspecialist daar die boet helemaal zelf alleen betalen. Oh, dat is een goede dag. Maar ik voel aan mijn ellebogen wie dat er echt zal betalen. Zijn er dan nu weer zagen vindt? Er zal niets gebeuren. En als er iets gebeurt en dat moet betaald worden, ah wel, ja, dat is goed, dan zal ik het betalen. Alles, dat de laatste frank uit mijn eigen zak. Wat, hè? Ik wil uw geld al niet meer. Ah, nee. Maar dat zegt u nu. Wacht maar tot dat zover is. Ja, we zullen wel zien. We zullen wel zien. En als het tegen volgende week niet beter is, wel, dan zie ik u volgende week terug. Hè? Goed. Nee, dokter, dank u wel. Meneer Van Peer, tot ziens. Ja. Stoor ik niet, Ray? Ah, sorry. Nee, kom binnen. Ik zou eens mee willen praten op neutraal terrein. Over Veronique. Ik luister. Werner en ik, we komen er niet zo goed uit. Hij is nu naar het ziekenhuis omdat hij haar nog een laatste keer wil zien voordat ze naar de gevangenis gaat. Dat betekent dus dat jij bij je standpunt blijft. Kijk, Valerie, als jij naar hier gekomen bent om van mij gelijk te krijgen, dan staat je nu je tijd te verliezen. Je weet heel goed hoe ik tegenover die situatie sta. Dat wil ik ook helemaal niet horen, Dre. Maar ik wil wel eens weten waarom jij zo onvoorwaardelijk voor Veronique kiest. Vergist u, hè? Ik kies niet voor Veronique. Ah, nee? Je hebt zelfs mijn medische ethiek in twijfel getrokken. Je hebt gezegd dat ik mij als dokter niet genoeg van mijn patiënten aantrek. Ik wil alleen maar dat je heel die zaak ook eens bekijkt vanuit het standpunt van Veronique. Zij kan zich niet verdedigen. Ik denk dat haar daden wel voor zich spreken, hè? Werner staat ook alleen maar aan haar kant. Van hem had ik niet anders verwacht, maar van u, Dre, kom aan. Luister, ik heb haar gevonden, daar, met overgesneden polsen. Hadden we een uur later geweest, dan was Veronique nu dood. Ik weet dat ze een onvergeeflijke fout heeft begaan, daar twijfel ik geen seconde aan. En op dat punt ga ik met u akkoord. Maar Veronique is er nu veel erger aan toe dan jij. Zij is nu een patiënt. En een patiënt die ik moet helpen. En als ik nu eens zeg dat ik hier ook als patiënt sta. Als een moeder die elke dag in angst leeft voor haar kind, dan moet jij mij toch ook helpen, hè? Waarom zou ik nu voorzichtig moeten zijn? Ai, ai, ai. Binnenkort steken ze een bak in. Onze nozelaar. Dan is het gedaan bij ons in een chichi. Met zijn dikke nekkerij. Dan kan hem al zijn kostuumjes en zijn plastronnetjes in de kast laten hangen. En dan overal met strepen, ja, wat krijgt hem dan? En eten wat de pot schaft, want dat is daar geen 4-5-sterren-restaurant. Denk dan niet, water in brood, dat scheelt niet veel. En dan gaan we dan toe, up, die isoleercel in. Maar stop nu toch niet, Frank. Je moeder hoort dat niet graag. Ach, moe, je ziet er toch niks meer mee in, zeker met die baviaan? Vind je dan ook niet dat die moet gestraft worden? Wat dat hem Simon heeft aangedaan, hè? Dat is veel erger.
Natuurlijk, hetgeen dat hem Simon heeft aangedaan, dat is niet goed te praten. Oh, nee, natuurlijk niet. Daarmee, hij verdient niet beter. Het cachot in een gedaan. Ja, natuurlijk, ja. Maar ik vind, het is maar de manier waarop dat jij erover praat, hè, dat is, het is zo precies alsof dat jij er plezier in hebt. Ik heb belangen niet. Ik vind dat verschrikkelijk dat zoiets in mijn familie moet gebeuren. Zelfs als Veronique geneest, blijft een gevaar voor Julie. En voor mij, want ik sta er in de weg. Ze wordt nu toch goed begeleid? En het is niet denkbeeldig dat haar obsessie voor Julie, dat die helemaal kan genezen. En wat als het niet zo is? Wat gaat ze dan volgende keer doen? Een mes in mijn ribben steken? Nee, dat zal ze zeker niet doen, nee. Maar wat ik zeker weet, hè, dat is dat ze een gevangenisstraf niet overleeft. Niet op mijn gemoed werken, Trey. Dat doe ik niet. Ik zeg alleen maar zoals ik het zie. Veronique is alles kwijt. En die verschrikkelijke stress die gepaard gaat met het leven in de gevangenis, hè? Wel, daar kan haar geest niet tegenop. Dat is heel simpel, hoor. Als jij niet over uw terecht, hoor, over uw angst en uw woede kunt heenstappen, dan komt Veronique in de gevangenis terecht. En dan is ze ten dode opgeschreven. Moe, als ik je zo bezig hoor, je zou nog denken dat je zijn kent, toch? Nee, hè? Nee, hè? Waarom verdedig je hem dan zo? Dat doe ik toch niet. Maar het gaat niet over hem, het gaat over u. Ik hoor niet gerne zo'n praat van de zoon van mij. Zo heb ik u niet opgevolgd. Het gaat wel over hem. Je hebt hem altijd graag gezien, hè, jongste. En u kunt gewoon niet verdragen dat hij ook eens ferm zijn peren gaat zien. Gelijk als jij erover klapt, over die gevangenis en zo, dat wenst er toch niemand niet toe, hè? Jij niet. Zeg dat er maar gauw bij. Maar ik wel. Ik zit anders ineen. Ik wil dat hem afzien. Ja, afzien. Like dat hem Simon heeft toen afzien. En ik zou maar aan onze kant komen staan, ik van u was, hè. Of je gaat er nog spijt van krijgen. Och, Frank, jij verstaat er weer helemaal niks van, hè. Ons moeder die bedoelt dat toch niet zo? Nee, wat bedoelt ze dan wel? Allee, leg jij me dat dan eens uit. Dat ik weer te stom zijn, zeker, om het allemaal te verstaan. Ja. Want ons moe, die wil gerechtigheid. En ons moe, die wil dat de Luc gestraft wordt. Hé, moe? Ja. Alleen zou ze graag hebben dat verloopt met een beetje klasse. En niet zo plat als jij dat allemaal voorstelt. Och, bakske. Ik zou medelijden moeten hebben met Veronique. Kom aan, zeg. Ze heeft alles proberen kapot te maken wat mij ooit lief is geweest. Als van haar afhing, was ze nu weg met Werner en Julie, hè? Denk je dat zij ooit medelijden heeft gehad met mij? Nee, ze kon mij niet verdragen van het eerste moment dat ze mij zag. Ze heeft mijn leven een hel gemaakt. En dat heeft Julie bijna het leven gekost. Het dreef vergeet dat vooral niet. Maar je weet toch ook waarom Veronique... Ja, waarom ze haar ontvoerd heeft. Ja, ik weet omdat ze kind wil. Wat als er een adopteert, mijn kind heeft al een moeder. Veronique heeft geprobeerd haar verlangen naar een kind in goede banen te leiden door onthaalmoeder te worden. En dat hebt jij belet. Ja, Veronique onthaalmoeder. Dan was ze niet met één kind weg geweest, maar met een heel bus. En toch denk ik nog altijd dat ze dat heel goed zou gedaan hebben. Dat jij hebt dat afgepakt, hè? Nee. Ik heb die ouders heel veel hartepijn en miserie bespaard, ja. Veronique is een gevaar als er nog maar kinderen in de buurt zijn. Valérie, ik weet dat je het moeilijk hebt met Veronique. Maar durft jij met de hand op het hart beweren dat je geen enkel persoonlijk gevoel hebt laten meespelen toen je ervoor gezorgd hebt dat Veronique geen onthaalmoeder kon worden? Hé, hey Jan, dat is een verrassing. Kom erin. Stoor ik? Nee, helemaal niet. Maar ik had u alleen niet verwacht, anders dan had ik hier wel een beetje opgeruimd. Oh, voor mij moet je dat niet doen, het is gezellig zo. Ja? Maar kom, blijf dan niet staan. Ga zitten, alstublieft. Ik ben juist klaar met mijn ronde en ik had geen zin om thuis iets te gaan eten. Ah, nee? Maar Jan weer? Zit er weer boven arms op? Ja. En ik dacht, misschien kunnen wij samen iets eten. Met twee is gezelliger dan alleen. Ja, graag. Alleen, ik heb niet zoveel in huis. Ik vrees dat ik u niet kan aanbieden. Ik heb koeken mee, genoeg voor twee. Koeken? Ja. Ah, bon. Dan hebben we een lunch met koeken, hè. Ik maak koffie.